Goedemorgen hier vanaf vanuit San Diego, de laatste dag. De nieuwe data over de behandeling van niet-fitte en kwetsbare patiënten, unfit en frail patiënten met multiple myeloom. Ten eerste is de vraag of de IMWG Frailty Index nou echt discriminerend genoeg is om die patiënten te identificeren die wel of geen behandeling zouden moeten krijgen. En daar zitten nog wel wat limitaties, hoewel het natuurlijk heel goed is dat we die Frailty Index hebben. Nou, waarom zijn die beperkingen aan die Frailty Index daar? Je ziet dat 60% van de patiënten na 2 jaar nog steeds leeft, ondanks het feit dat ze frail waren. En die mensen hebben dus waarschijnlijk echt baat bij de behandeling, terwijl er ook patiënten zijn die ten gevolge van toxiciteit in de eerste 2 maanden al overleden. En die kunnen we nog niet upfront identificeren. Dus het eerste wat we middels de HOVON 123 hebben gedaan is gekeken, is het nu echt zo dat de patiënten die als frail worden gedefinieerd ook geriatrische tekortkomingen hebben. Nou, u weet allemaal wat er in de HOVON 123 is gedaan. Daar hebben we natuurlijk een groot aantal geriatrische assessments gedaan. Niet alleen naar functionaliteiten, maar ook naar cognitieve beperkingen, naar beperkingen in de voeding. En belangrijkerwijs hebben we toen echt naar de spiermassa gekeken en ook naar de spierkracht en naar de loopsnelheid. Nou, wat we hebben gevonden als eerste belangrijk punt, als je gaat kijken naar de patiënten die kwetsbaar zijn en unfit volgens die definitie van de IMWG, die mensen die kwetsbaar zijn hebben inderdaad veel meer beperkingen dan patiënten die niet kwetsbaar zijn, dus die unfit waren. En dat is belangrijk, want dat geeft een biologische rationale achter die frailty index. Blijft nog steeds het feit dat die discriminerend vermogen van die score nog tekort schiet. En de vraag was of we die kunnen verbeteren. Ook dat hebben we in de HOVON 123 getracht te doen. Er is wat achtergrondgeluid, maar daar spreek ik wel overheen. Wat we ten eerste hebben gevonden is dat je de IADL en de ADL misschien zelfs wel zou kunnen vervangen door de patient-reported fysieke activiteit. Nou, dat zou heel mooi zijn, want dan is die nog makkelijker toe te passen. Dat behoeft nog wat verdere analyses, maar dat onderzoeken we nu. En ten tweede hebben we gevonden dat het misschien toch nodig is om nieuwe biomarkers te gaan implementeren, behoudend degene die wij nu al hadden, die gerelateerd waren aan spiermassa en aan spierfunctie. En daartoe zou je kunnen gaan kijken naar inflammaging markers, omdat het immuunsysteem verandert, maar bijvoorbeeld ook naar metabolismeveranderingen in de mitochondriën. En we hopen met de biobanken, met de samenwerking wereldwijd, dat we die Frailty Index kunnen gaan verbeteren. De Duitsers hebben dat voor een deel al gedaan door ook ziekteafhankelijke parameters toe te voegen, zoals de cytogenetica. En zij hebben ook gekeken of ze de nierfunctie en de longfunctie niet wat meer zouden kunnen kwantificeren. Nou, dat verbetert in die zin al dat je dan 12% patiënten kunt identificeren met een slechtere uitkomst. Misschien zijn dat patiënten die je niet zou moeten behandelen. Nou, dat brengt me bij de behandeling, want je zou ook kunnen zeggen, nou, die moet je wel behandelen, maar op een andere wijze. Nou, het is heel mooi dat Claudia Stegen de data heeft kunnen tonen van de 143, waar u ook allen aan geparticipeerd heeft. En dan zien we dat een behandeling met ixazomib en daratumumab heel goed mogelijk was bij de niet-fitte en bij de kwetsbare patiënten. Bij de niet-fitte was, hoewel de follow-up nog kort was, was de sterfte, de vroege sterfte 0%. En bij de frail patiënten was dat onder de 10%. Dat lijkt misschien hoog, maar Alessandra La Rocca toonde een studie waarbij lenalidomide dexamethason, de huidige standaardbehandeling, werd getoond. Waarbij er in een wat meer real-life population toch 9% van de unfitte, dus niet eens de kwetsbare patiënten, overleden. Ja, dan in dat licht zijn de data die we hier hebben getoond heel goed. En ook de eerste uitkomstdata qua effectiviteit zien er heel goed uit. Dus het concept frailty verandert eigenlijk ook weer in de achtergrond van de behandeling. Dus als conclusie, we zullen proberen die frailty index verder te gaan optimaliseren, maar tegelijkertijd ook de behandeling zo te gaan optimaliseren dat kwetsbare patiënten misschien helemaal niet meer kwetsbaar zijn met die behandeling en behandeling toch mogelijk gaat zijn, zodat ook die patiënten baat kunnen hebben bij de nieuwe middelen die momenteel beschikbaar zijn.